Ik ben op weg naar Jeroen Kant, dat is een songwriter uit Brabant. En hij heeft gestudeerd aan het conservatorium in Rotterdam. De laatste tijd ben ik hem een paar keer tegengekomen op internet. En ik merk dat hij druk bezig is met zijn eigen materiaal. Hij zit in de halve finale van de Grote Prijs van Nederland. Net een clip af, net een album af dat uit is gekomen. Die opnames daarvan, die vond ik echt heel erg mooi gedaan. En ik dacht, ik ga eens vragen van hoe het met hem gaat en wie het is en hoe hij tot zijn liedjes komt. We zijn in the middle of nowhere, het heet hier Heesbeen, ligt vlakbij Heusden, ligt vlakbij 's-Hertogenbosch geloof ik. En nou, ik ga eens kijken of hij thuis is. En dan gelijk naar binnen. Goed, en waar zijn we, Jeroen? We zijn in Heesbeen, bij het Jonker Freshuisje. Al hier. Aan de Grote Straat. De Grote Straat, nummer 2. Nou, er was een mooi bordje dat er hing, maar die is afgevallen. Ik heb ook een liedje, daar staat waarin ik zing. Maar onze naam op dat bordje aan de muur, dat voelt zo goed. Oh, mijn hart zal breken als het van die muur af moet. Maar dit is er al af. Binnenkant. En waar ligt Heusden? Bij Den Bosch. Tussen Den Bosch en Waalwijk eigenlijk, aan de Bergse Maas. En is het deze plek heel erg belangrijk voor jou om muziek te maken? Of? Nu wel, want nu woon ik er. Ja, ik ken het al heel mijn leven, bijna heel mijn leven. Ik heb in Waalwijk gewoond 10 jaar. Of langer, vanaf mijn 10e. Toen naar Rotterdam en toen hier naartoe. En ik ben in Woudrichem geboren, dat is een ander middeleeuws stadje, want Heusden is ook een middeleeuws stadje. Dus het heeft wel een beetje vergelijkingen, dus misschien heeft daar iets mee te maken. En een rivier hier, en veel water en groen, dus dat vind ik allemaal heel relaxed. Ik speelde eerst. Was ik heel veel bezig met fusion en van die jazzachtige dingen. En toen ben ik steeds meer blues gaan luisteren en spelen en al die bluesmannen die zingen ook. Dus ik dacht, als ik een goede bluesgitarist wil worden, moet ik ook gaan zingen. En dat is toen weer geëvolueerd in liedjes schrijven en uiteindelijk naar het Nederlands toe. Ja, op een gegeven moment heb je dus de keuze gemaakt om liedjesschrijver te worden. Ja, ja. Aan, of is dat... ja, het was meer dat ik dat vond ik veel interessanter dan alleen maar dat gitaar spelen en ladders oefenen. En ja, ik zag het nut in ieder geval in. Maar Nederlands is dan echt de eerste, is dan Kom Zon of zo, een liedje. Hoe zei je? Kom? Kom Zon, dat is een liedje wat ik nu ook nog af en toe wel speel. Ja. En daarin zit al een beetje, dat is eigenlijk het eerste liedje wat dan... waar een beetje die humor in zit, die zelfspot. Dan zijn we op het conservatorium met z'n allen, met z'n 5 of zo, zijn we de studio ingegaan. En ik had toen wat liedjes geschreven en in 1 dag 5 liedjes opgenomen. Ongerepeteerd, dus dat was wel tof. Even kijken. Productie is heel poppy. Ik heb ooit in haar geloofd, maar ik heb haar nooit gehad, dus ik weet niet hoe het is. Maar had ik toen shit besloten, of jij? Ik niet, ik? Of iets anders? Nee, ik niet. Dus ik zing. Nou, dit is. Later, toen dacht ik van ja, dit is niet meer naar die, omdat dit zo heel een beetje is heel erg pop, vind je niet? Kassam? Ja, ik snap wat je daarmee bedoelt wel. En toen dacht ik later van ja, dit was gewoon een EP'tje, heel veel proefdingetje. En toen dacht ik van ja, ik moet echt naar dat kleine toe. Ja. Want toen ging die liedjes schrijven zoals Vanille Vlaanderen Haverslag en zo. En toen hebben we besloten, Ingmar heeft het opgenomen deze. Dit was dan mijn eerste Ingmar album. Wie? Ingmar Spaai. Ja. Die speelt ook gitaar en pedalsteel in mijn band. Dus ja, het is wat kleiner en al die liedjes zijn wat kleiner. Deze. Lisa heeft haar vader nooit gekend. Ja, enzovoort. En dit dingetje wat Ingmar heeft opgenomen is hartstikke leuk, maar ja, met de middelen die we hadden. Ik weet allemaal de merken niet, gewoon een simpele voorversterker, 2 kanaals of zo, weet ik het. En een paar microfoons, wel gewoon aardige, maar niet veel. Mm-hmm. En geen hele super. Dus je hoort het wat in dat hoog en zo, dat het wat. Zo. En toen later dan, dus zeg maar dit jaar, dus een paar maanden terug. Toen is die Goud op je bek gaan uitgebracht. En dat is eigenlijk een combinatie tussen en die kleine liedjes. En heel intiem en met band. Ja. Maar dan alles wel helemaal live met een live feel ingespeeld. En dat is wat, waar het nu is en waar het voor mijn gevoel helemaal goed zit. Het klinkt gewoon heel goed. Dus het is gemasterd en zo. Welke wil je horen? Ik wil even denken hoor. Laat november maar verrekken. Ah, ik vond dit wel goed eigenlijk. Ik kan een beetje erheen skippen. Ja, deze heb je opgenomen in, waarschijnlijk in Wageningen zit het nog of niet? Of niet ja, met Smoke Recordings, ja. Maar dat is met hun mobiele studio in Kaitopia opgenomen in Utrecht. Okay. Want ik denk dat voor veel Belgen, voor veel Nederlanders is het misschien bekend, maar ik denk dat Belgen Smoked Sounds. Het is Smoked Sounds, heet het toch? Ja, Smoked Sounds is de opnameafdeling. Ja. Smoke Recordings is het label. En dat is van Dan Taffy en Michiel Hollanders. Ik ben erheen gegaan en dat klikte gelijk heel goed. Toen zijn we gaan opnemen. Juist omdat de filosofie van ons... Dat is heel belangrijk bij dat label. En zij nemen ook alleen dingen aan als de filosofie klopt, weet je wel. Dus het hoeft niet precies dezelfde muziek te zijn als wat ze al gedaan hebben, juist helemaal niet, maar als de filosofie klopt. En dat paste dus vandaar. Ja, en zij nemen ook op een manier op wat klopt met wat ik wil. En, dus ik hoop, zoals ik het nou zie, hoop ik mijn volgende plaat ook met hun weer op te nemen. Want ik ben echt heel blij met die sound. En hoe zou je die sound omschrijven? Want wat is dan, wat maakt dat jij vindt dat het klopt? Die opnames dan vooral. Ja, dat is ook juist dat rauwe erin en dat knarsende en krakende met momenten bijna ja, op het randje zitten met momenten. Want ik hou er ook niet van om alles los op te nemen en een kliktrek te werken. Dat werkt gewoon niet bij mijn liedjes. Dus alles is gewoon in 1 keer opgenomen. En een aantal dingetjes opnieuw, omdat het gewoon niet anders kan in de studio. Dat was een super grote hal is dat. Dus een aantal dingen moesten opnieuw, zoals koortjes en zo. Ja, dat kun je dan niet ter plekke doen. Nou, die kan hij wel hebben, dat is wel vaker gebeurd. Ja, en Gino Bombrini, de drummer, die is daar heel erg mee bezig, gewoon met geluiden maken en niet zozeer. Hij benadert het ook niet als drummer. Ja, hij is ook gitarist en songwriter en alles, hij doet alles. Producer, dus dan hebben we dit. Dan hangen we er al, ja, dit zijn de backends, weet je wel. Dus we hoeven geen ding voor €500 voor te hebben. Dat klinkt vetter dan een mooie backing, wat helemaal met de hand uitgekoppeld is. Ja, dan hebben we dit zo, een hoop van die dingen hebben hier nog hangen. Ja, hij is nou uit elkaar zoals je ziet. Maar... Ja, potjes en pannetjes. Even kijken, zal ik hem even hier hangen. Ik weet niet precies hoe dat hij alles heeft hangen hoor, het zijn afdelingen. Maar... Mm-hmm. Nou, dat is een toeter, maar... nou... Zo dan. Je kent het wel, potjes plakken. Hier hebben we nog allemaal decor zooi staan. Wil je die zien? Ja, ik wilde die graag zien. Die is van Jack Jones. Ik kwam Thijs Alders mee aanzetten. Die had hij op straat, anders is die weer weggedonderd. Ja. Ja, even een beetje denken. Thijs Alders is de grafisch ontwerper en de clipmaker. Ah, deze heb ik pas 1 keer meegenomen. Ja, die bussen of die autootjes is steeds vol. Ja, kijk, het is natuurlijk wel vet, hè. Misschien neemt hij toch wel mee naar de grote prijs ook. Ja, het, ik wou net zeggen, dan kan je dan, ja, dat kan niet meer missen dan. Nee, hè? Ga ik hem in mijn handen staan de hele tijd. Even over die live act van jou. Mm-hmm. Hoe ziet dat er nu uit? Hoe heb je die band op de planken staan? We hebben een beetje aankleding met wat decorstukken, lampjes en zelfgebouwde dingetjes. Een lichtgevende J. Oh ja, die we net zagen in de schuur. Het kratje daar. Wat is het kratje? Oh, dat kratje daaronder. Dat sta ik dan op. Het houten kratje. Ja. En ja, ik vind dat heel belangrijk, die aankleding van een band. Dat het sfeertje meteen duidelijk is en dat doen we dus met die lampjes en met de aankleding van de muzikanten zelf. Ja, je hebt hier Willem. Is de J. En ja, ik heb een vleugeloutfit natuurlijk. Ik vertel wat gedichtjes. Draag ze voor. Doe de vleugels eens? Dat zijn de vleugels die je in de videoclip ook hebt. Ja, dat zijn de vleugels. Dan had ik eerst deze gemaakt. Maar dit is niet helemaal, ja, het is ook leuk, maar ja, het is gewoon normale kleren en papieren vleugeltjes, ziet er ook niet uit. Toen wilde ik eerst een oude man in een onderbroek op het dak. Maar toen dacht ik, we doen het zelf wel, zijn we die vleugels gaan maken. Toen dacht ik, daar moet eigenlijk ook een pilotenpad bij en noem maar op. En dat heb ik overal een beetje verzameld op Marktplaats en door Preda gereden voor die bril. Dat soort dingen, die broek gescoord en de bretels. Ja, ik moet wat eens laten horen eventjes. Of, heel graag, ja. Nummer 1. Laat de wereld buiten. Ja, dat is een beetje, naar mijn idee, Bob Dylan, Neil Young-achtig qua sound. Misschien het meest commerciële, maar die sound vind ik wel heel vet. Dan en Michiel zeiden dat dit hun beste mix ooit was, dus... Jee! De dag is klaar om aan het werk te gaan. Het is niet echt een dag om überhaupt nog te staan. Laat november maar verrekken met haar kou. Blijf hij liever hier in bed bij jou. Niets dan stilte en de speelse klank. Druppels regen op de vensterbank. De oude wekker tikt haar, zeg je zachtjes mee. De symfonie van dikke voor ons twee. Laat de wereld buiten maar voor wat die is. Ik kan wel zoeken, maar er is niks wat ik mis. Ik heb niks nodig nu. Paar moet ik nog weghalen. De eerste is 28 augustus, zondag. Festival Mooie Woorden Utrecht. Nou, dan radio dingetjes een paar. 10 september nog bij radio, ja, Boots, VPO radio. Dan 17 september moet iedereen komen, Groene Engel Os. Halve finale Grote Prijs van Nederland. En dan 2 oktober Theater Walla Rotterdam. 9 oktober Theater de Barg in Boskoop. Dan 22 oktober Theater het Schienvat in Erika als solo, de rest met band. En in België? Nog helemaal niks, dus alle Belgische vrienden, contacteer mij. Ja. Het is gewoon niet. Het is verstaanbaar. Zeker. Ik heb niks.